Voorbije zaterdag speelden de voetbalcracks van club hun terugwedstrijd tegen de kinderen van Wingenen. De cracks zijn moeilijk opvoedbare kinderen of kinderen met een mentale of fysieke handicap, maar dat maakt er hun voetballiefde natuurlijk niet minder groot om. Na de wedstrijd gingen ze ook nog even langs bij hun helden van de eerste ploeg. En het bloed van onze aderen wees ons toe in arbeid en in strijd. Bloed voor de Eendracht in te breken, wees immer uzelf en ongeknaagd. Het woord getrouwd dat onbevreesd moet spreken. Met de rechterhand op het hart, meezingend met het nationale volkslied, zo begonnen de voetbalcracks hun dag in het Jan Breydelstadion. Zaterdag waren de cracks uit Wingenen op bezoek. Het was hun eerste match op Brugse bodem. We spelen hier allerlei partijtjes. Je hebt het daar juist ook gezien, laaiend enthousiasme. Na het volkslied gaan we hier allemaal samen fun en blijdschap met elkaar beleven. En voor ons is dat ook, natuurlijk ook eens een uitdaging als er een ploeg uit de nabije buurt komt om ons eens te meten. Hoe ver staan we nu en hoe kunnen we die mannen misschien eens kloppen? Maar het voornaamste is de vriendschap en de vreugde hier allemaal tezamen bij elkaar. Bij de voetbalkrak staat het speelplezier centraal. Elk weekend trainen een 40-tal kinderen op terrein 13 van het Jan Breydelstadion. En iedereen heeft daar zo zijn eigen reden voor. Je kan scoren en je kan dan een keer een vreugdedans doen en dat is wel tof. Keeper naar spits zijn, ik vind dat wel leuk. Het project ging van start in oktober vorig jaar. Sindsdien is het enkel blijven groeien. Het is voor ons een